Was er wel voor de premiesprint. Dus er wel voor de premiesprint. Ook bij deze pupille drie jongens hebben we dus een premiesprint. Ook hier dus nummers 1, 2 en 3 krijgen dan een premie. Gaan we kijken hoe dat gaat. Kijken we hier naar de voorkant van de wedstrijd. Dat is wel een beetje warm. Je moet maar even kijken wat er nog gaat. Is het hier de quintetpint die een premie gaat ophalen? Ook als eerste de bel voor de laatste ronde. Bel voor de laatste ronde heeft geklonken. Aangemoedigd Quintijn Hartog, hij aan de leiding, gevolgd door Paul van Lier. Paul Toms keert dat volgende Germany, Duitsland. Is het Nederland-Duitsland, 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 en dan zie je altijd, oei oei oei, ik denk Duitsland, ik denk Duitsland. Maar ik denk niet zeker. Zijn die Duitsers ons weer verslaan? Is het niet van je wil op het wielschap, dan is het door het skileren. Ik zie de Duitsers juichen. Oh, oh jee. Vlak voor Quinten Hartold. Ook de overige rijders dan over de virus. Met de armen in de lucht, 286. Hartstikke goed, de virus. Thijs Kuin. De virus voor Seppe Kanen. Voor Thomas de Bruin, Kasper Mulmeester, voor 304, dat is Nout Potman. Kijk ik even naar de zijzijde, is iedereen gefinished?